In deze editie van de ATV's Revidentieserie praten we met parlementariër Miguela Huur. 45 jaar staatkundige onafhankelijkheid geeft aan dat Suriname een bigisma is. Dit zegt ABO-parlementariër Miguela Huur. Ze is niet ontevreden over wat we als land al hebben bereikt. Maar er moet sowieso nog veel gedaan worden. Huur is positief ingesteld en denkt dat Suriname de verwachte groei zal doormaken. Ze hoop daarom dat elke Surinamer zich inzet om het land verder te ontwikkelen. Positief spreek ik uit in het land, dat we allemaal op een positief denken, hoe chasera nangomoro he. Ik wil niet zeggen dat we terug moeten gaan naar onze oude glorie. Dat gaan we nooit meer hebben, maar het kan wel beter worden in het land. Dan, dan kijk ik sociaal, financieel, economische situatie in ons land. Er is nog heel veel te doen, maar ik ben positief dat we zullen komen uit die economische dip waarin we nu zijn. En dat we hogere hoogtes zullen bereiken als land. We zijn Bigisma en met Kuchara kon ik Bigisma. In alle eenheid, saamhorigheid, echte eenheid. Hè? Want zoals we die eenheid met de Akon samen gebroken, Dat zien we. Toch dat er verscheidenheid is, dus ik praat over de echte eenheid, liefde voor het land, voor opstellen, saamhorigheid, ik dat ik denk dat de aanstaande 45 jaren mooie jaren worden. Tot zover ABO-parlementariër Huur.